Een heel goede avond en welkom bij het ATV-nieuws. Bij de stad Antwerpen staan liefst 550 banen op de tocht. Dat blijkt uit officiële, maar niet publiek gemaakte documenten van het Antwerpse Schepencollege, die door de Partij van de Arbeid konden worden ingekeken. Ook de sluiting van de kleine bibliotheken en de geplande sluiting van de ijsbaan Ruggeveld, beide gisteren in ons nieuws, zouden passen in dat plan. Dirk van Duppen, die voor PvdA in de districtsraad in Deurne zetelt, trekt aan de alarmbel. In het uitgelekte auditrapport van de stad Antwerpen worden 550 functies opgeheven, ofwel 5% van het voltallige stadspersoneel. 3/4 van de banen verdwijnt via natuurlijke afvloeiing en het overige kwart van de 550 jobs wordt geschrapt. De Partij van de Arbeid is boos, niet alleen omdat dat gevolgen heeft voor de dienstverlening, maar ook omdat de nu aangekondigde sluitingen van buurtbibliotheken en ijsbaan Ruggeveld eigenlijk een onderdeel zijn van het plan dat afgelopen zomer werd goedgekeurd. Iets waarover de stad niet communiceerde. En het dossier is direct gelieerd, en dat is het meest verbijsterende, aan hetgeen dat de laatste dag in het nieuws heeft gehaald, namelijk de bijkomende sluiting van 7 buurtbibliotheken en ook de sluiting van de ijspiste Ruggeveld in Deurne. Zelfs de sluiting van het arenazwembad tijdens de zomermaanden in Deurne heeft alles daarmee te maken. Personeelsschepen Mark van Peel geeft toe dat er intussen ruim 400 functies zijn opgeheven bij de stad. Dat gebeurt zonder echt jobs te schrappen, stelt hij. Er werkten vroeger veel mensen bij de stad, of te veel mensen bij de stad, in verhouding tot het werk. Nu worden we lean en mean, heet dat. We slanken af tot op een niveau, dankzij de inbreng van heel veel mensen, slanken we af tot op een niveau dat we op het scherp van de snee zitten, maar we doen hetzelfde werk. PvdA schuift de besparingsmaatregel af op de bankencrisis. Omdat de stad Antwerpen minder geld krijgt uit haar aandelen bij Dexia, schrapt ze jobs. En niet alleen bij de buurtbibliotheken. In het uitgelekte plan staan nog tal van banen op de tocht. Wat er hier opgelijst staat, vooral die afbouw van de service, van de dienstverlening aan de loketten van de districten, zowel als het afstoten van de serres, dus daar gaat men ook 15 personeelsleden in schrappen, als het groen onderhoud dat door de stad gebeurt, dat allemaal wordt stopgezet, zo staat het letterlijk in het document. Dus dat is niet goed voor de burger en dat is ook niet goed voor het milieu en dat is ook niet goed voor het personeel. We werven ook nog mensen aan, bijvoorbeeld op stadsreiniging, zijn dit jaar nieuwe mensen ook aangeworven. Dus we leggen duidelijke prioriteiten en hier en daar zullen we wat moeten bezuinigen waar mensen het misschien wel zullen voelen. Maar dat ligt dan voor in het voltallige college en die moeten daarover beslissen. En dat laatste is, aldus Van Peel, nog niet definitief gebeurd. Bij de vakbonden was enkel de christelijke vakbond bereid tot commentaar op de uitgelekte doorlichting van de stad en de 550 jobs die daarbij mogelijk op de helling staan. Skender Balecci reageerde gematigd en eerder voorzichtig. Naast de uitgelekte audit is er volgens het ACV geen bewijs dat er effectief jobs zullen sneuvelen. Er is daarover geen enkel overleg geweest met de stad, dus een vakbondsactie zou te vroeg komen. Ik ben waakzaam als vakbond, hè, maar ik ken natuurlijk de politieke agenda van PvdA niet, dus dat moeten zij maar doen. Dat ze daar vinden dat ze er rond moeten doen. Maar ik als vakbond, ik kan me alleen uitspreken vanaf het moment dat ik een concreet voorstel, een concreet punt heb. En dan zal ik dat voorleggen aan onze mensen. We zullen daar onze houding over bepalen. Het ACV denkt dat het wel eens zou kunnen gaan om mensen die van de stadsdiensten naar autonome stadsbedrijven moeten, zoals met de kinderopvang en het stedelijk onderwijs is gebeurd. Dat zou ook deels kunnen verklaren waarom er tegenover juli 2009 nu 400 mensen minder bij de stad zelf werken. Ik weet de context eigenlijk niet van die cijfers. Ik ga die context vragen trouwens. Ik heb ook al op het hoogoverlegcomité, het overlegcomité tussen vakbonden en de stad, heb ik 2 weken terug al gevraagd aan de stadssecretaris om mij inzage te geven over de correcte cijfers. Hoe komen wij nu tot die min 400 personeelsleden ten opzichte van juni 2009? Ik wil daar volledige inzage over krijgen. Hoe komen wij nu tot dat getal? Want wij hebben op dit moment enkel weet van heel veel procedures van overplaatsingen, van mobiliteit. Er gebeuren ook dagelijks krijgen wij ook uitnodigingen om naar examens te gaan, naar selectieprocedures te gaan, waardoor wij zoiets hebben van, wij hebben toch de indruk dat er ook gewoon geworven wordt.
Toch geeft de vakbond toe dat het geen goed plan is om banen te schrappen in de dienstverlening, zoals bij bibliotheken en groenonderhoud. Daar is privatisering volgens ACV geen goed idee. Dat is onze schrik dus ook. Hè? Dat is onze schrik ook. Dus ook rond de bibliotheken, ook zo rond de loketwerking, ook zo rond andere taken die de stad doet. Wij hebben altijd gezegd, koken kost geld. Wat je wil aan dienstverlening, er zal een prijskaartje tegenover staan. Als je morgen zegt, we schroeven die dienstverlening terug, dan vrees ik dat we dat terug als een boemerang in ons gezicht gaan krijgen, ook als personeel. Want de burger zal niet tevreden zijn. En bij die andere grote vakbond, de socialistische, was vanmiddag niemand bereikbaar voor enig commentaar. En de VDAB, die wilde zelfs niet reageren. En dat terwijl vooral jobs van lage scholen zullen sneuvelen in de audit van de stad. En juist die jobs zijn, zeker in tijden van crisis, broodnodig. De politieke partijen die in de Antwerpse oppositie zitten reageren verontrust op het uitgelekte besparingsplan van de stad Antwerpen. Groen wil snel tekst en uitleg in de gemeenteraad. Volgens het Vlaams Belang verdwijnen de jobs bij de stadsdiensten nu vooral om de meerkost van de Oosterweeltunnels te kunnen betalen. Wel, ik vind het bijzonder pijnlijk dat het stadsbestuur niet de moed heeft van zijn overtuiging en nu een soort van sluipmoord pleegt onder valse voorwenselen om 7 bibliotheekfilialen te sluiten, om de ijspiste Ruggeveld te sluiten, om een aantal andere initiatieven te nemen. Ik ben van mening dat het te maken heeft met het geld dat men nodig heeft voor die fameuze Oosterweelverbinding, die extra 352 miljoen die moet opgehoest worden. Dat geld moet ergens vandaan komen. Wel, we weten nu waar men dat geld wil halen. Op de kap van het personeel, op de kap van de dienstverlening van de stad Antwerpen. Van mij mag de stad best rationaliseren. Op een aantal punten kon er inderdaad efficiënter gewerkt worden. Dat mag wel. Maar als het gaat over bibliotheken, dan denk ik echt wel dat men nu een stap te ver gaat. En dat men op die manier, men is eigenlijk al een hele tijd die filialen aan het afbouwen, het aantal de openingsuren verminderen, sluiten tijdens de zomervakanties. En dan hoeft het niet te verwonderen dat het aantal lezers en het aantal uitleningen terugloopt. En dan besluit de stad van kijk, eigenlijk is het niet zo jammer dat die bibliotheek sluit, want er was toch al een teruggang in de cijfers. Dus dat vind ik dan, dat is dan oorzaak en gevolgen door elkaar worden gehaald. Nu, op dit moment zijn de besparingsplannen uitgelekt via de PvdA. Wij weten officieel nog niks. Wij zouden heel graag hebben dat het Schepencollege heel snel tekst en uitleg geeft.